En welkom bij een nieuwe video. In deze video, zoals jullie misschien wel zien, zijn we op stal. En daar is Margriet. Want Jelde die had geen tijd meer, dus Margriet helpt me nu met het verzorgen. En het veulen is geboren. Eigenlijk al 1 maand of 2 maanden, maar oké, ik had nog niet gefilmd. Kijk. Dat is Lisa. En het veulen is daar. En die heet Pico. Alleen, we verzorgen nu Boemer. En Boemer is dit paard. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Ik heb hem vast wel een keer gefilmd, denk ik. En we moeten nu Boemer stal uitmesten. Die. Hij begint ook meteen met borstelen in plaats van met de stal. Maar oké. Okay. En we moeten hun ook hun stal uitmesten en zo. Ik weet niet of ik hun wel eens gefilmd heb trouwens. Volgens mij stonden ze toen daar nog. Maar dat gaan we nu eerst even doen. Oké, we zijn nu klaar met één stal en nu gaat Boemer er weer in. Want hun tweeën moeten er nu zo los. Kijk, dit zit gewoon in. Oh, je kunt het niet zien. Hij is nu weer helemaal leeg. Eeuw! Zo. En dan ga ik zo dat even daar leeg. Dus ja. Let's go! Oké, top. Dat ging ongeveer goed. Maar ik verzakte weg in de bodder. Kijk, wat liefde hier. Nu de laatste stal nog. Hè? Ik ook snel wel. Nee. Oh ja, daar is meestal niet zo heel veel poep in. Dus daar zijn we best wel snel klaar. Ik zou de kruiwagen even voor je... Oh shit. Margriet doet die stallen en ondertussen vul ik die emmers met vlas, was het volgens mij. En dat is hier. Want dat strooien we er dus in. Ja, dat was vlas, hè. We zijn bijna klaar en daarna gaan we wat dingen met Diego doen. En misschien gaan we nog op Lisa rijden, maar dat moeten we nog even zien. Tenminste, daar rijdt Margriet erop. Ik niet. Ja, Margriet doet het laatste vlas dingspul erin. En dan is die klaar. En dat is eigenlijk alles voor stallen wat we moeten doen. En soms moeten we de hooi netten nog vullen die liggen daar. Maar die zaten vol, toch? Ja. Oké, mooi. We hoeven dat niet te doen. Kijk nou hoe schattig. Je kunt hem gewoon loslaten voor de deur. Ja, tap. Ja. Hopsakee, dat was mooi. Oké, nu ga ik iets met Boemer doen. Misschien springen, lanceren, zoiets. Ik leg eerst de telefoon daar ergens neer, maar het is weer helemaal mat. Ja. Het is hier dus echt drappig. Echt lekker dit. Maar ja, tap. Ik leg de telefoon daar neer en dan kunnen we zo filmen. En ik ga eerst Margriet even helpen. Ik probeer nu Boemer te lanceren wat niet wil. Dus ik kom er wel weer bij. Oeh. Zo. Ik ben er. Kom. Dit is echt misselijk werk. Misselijk. Ja. Nou, dit was Boemer lanceren voor vandaag. Nou, nu mag Boemer lekker. Nu gaan we hem opjagen. Nee, of net nog niet. We gaan hem in beweging laten komen en afvallen. Moeten we altijd wel zo doen, hè? Ja, oké. Okay. Kom maar. Hij zegt nee. Ik mag mijn hand nemen, maar ik maak het. Ja,
Ik probeer Boemer al apparaat te krijgen. Oké. Okay. Boemer komt eraan. Hij loopt echt hard. Ja, echt. Zo hard. Oké, okay, nu komt het. Ilse in actie met Boemer. Kom. Oh, ik volg mezelf met een spijt. Kom. Ho, knetver. Dit is Boemer en Margriet. Margriet gaat het nu proberen. Maar hij komt niet, hij loopt niet eens vooruit wanneer je hem vast hebt. Margriet gaat nu zo op Lisa rijden. Kijk, ze staat er al helemaal klaar voor. We hebben al opgezadeld. Alleen dat is ja, een beetje anders, omdat Pico er nu ook bij is. Dus Pico staat dan ook hier. Hij is aan het drinken. Dus daarom is het een beetje raar om op te zadelen. Dat heb ik namelijk ook niet gefilmd. Want de twee eigenaren waren er ook bij. Dus ja. Dat film ik andere keer nog wel even. Misschien het afzadelen kan ik wel filmen. Ik ga nog even kijken waar ik de telefoon neerzet. Want ja, het is overal nat. Dus hij moet niet nat worden. Ik heb geen standaard of zo om even neer te leggen. Maar Margriet pakt even de cap. Het duurt wel lang met haar. Maar Lisa staat keurig te wachten nu. Ze is echt rustig als Pico naast haar staat. Dus had ik ook wel verwacht. Ja? Oké, okay, we hebben Lisa zo afgezadeld. Ik heb voor de rest niks van het rijden en alles gefilmd. Want Lisa die rijdt niet als de beste. Ze gaat de hele tijd zeg maar in draf terwijl ze in stap zit en zo. En er kwam nog een ander paard bij in de bak. Dus ja, toen heb ik eigenlijk niks gefilmd. En het afzaden heb ik ook niet gefilmd voor de rest. Dus ja, hierbij sluit ik dan de video af. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer hieronder op mijn kanaal. Zelf wat leuks in de reacties. En tot de volgende keer. Doei!